Ja, Napoli is wel de betere ploeg, maar ja, we weten nu een beetje hoe dit soort wedstrijden gespeeld moeten worden. En ja, dat besef is wel iets te laat gekomen. Zo laat dat je er een beetje voor schaamt? Of dat je na zo'n avond als vandaag denkt, nou, we doen er echt wel toe? Nee, ik schaam me totaal niet. We hebben hard gewerkt om in de Champions League te komen. Dan kom je in de Champions League met een relatief nieuw team. En ja, dan kom je erachter hoe goed sommige teams zijn. En als je dan zo'n wedstrijd als vandaag speelt, maar ook uit bij Manchester City. En dan ook die van Shakhtar. Dan realiseer je ook wel dat er misschien toch wel meer in had gezeten. Ja, die van Shakhtar had je gewoon niet hoeven verliezen. En dan had je er nog wat meer van kunnen maken. Hoe is dan nu net de stemming in zo'n kleedkamer als je wel van toch de nummer 2 van dit moment van Italië weet te winnen? Ja, jawel, dat is wel goed en daar krijg je ook wel vertrouwen van. Maar ja, toch vind ik het wel jammer of je nou met 3 punten wordt uitgeschakeld in de pool of met 0. Ja. Er is helemaal niks aan, hè? Nee. Hoe ging het zelf, vond je vandaag? Ja, dat was een beetje ongelukkig en ik probeer voetballend op te lossen. Ik ben niet iemand die zomaar een bal naar voren schiet en ik nam daarbij misschien soms iets te veel risico. Ja, en dat pakt normaal, pakt dat misschien wel goed uit en vandaag was het ongelukkig. Is dat wat je nog uit je spel wil houden? Die wisselvalligheid die er de laatste tijd toch wel een beetje in zit? Nee, vind ik niet. Nee. Briljante momenten afwisselen met ja, inderdaad ballen inleveren. Zijn we niet zo van je gewend? Nee, maar ik kan ook alle ballen achteruit spelen en dan... Dan heb ik die slordige momenten niet meer. Maar ja, dat wil ik ook niet. Nee. Conclusie van zo'n avond als vanavond? Ja, goed gevoel. Weer meenemen na het weekend. Maar ja, toch ook wel een kleine teleurstelling. Dat besef misschien iets te laat is gekomen in de Champions League.